stierenveiling in Gelderse Laren. Boeren willen 100.000 vierkante meter bloemen inzaaien. En Hamlets, agrarisch ondernemer van 2019. Tijdens de voorjaarsveiling op het Centraal Opfokstation in het Gelderse Laren werden afgelopen zaterdag 22 stieren geveild. Vandaag hebben we dus een aantal blond Aquitaine stieren. We hebben stieren van de Limousinevereniging in Nederland. We hebben stieren van Limousin Stamboek Nederland. We hebben stieren van Charolais. En we hebben stieren van de Piemontees. Deze vleesveerassen lopen goed. En waarom lopen deze vleesveerassen goed? Het is 11:58 wat de keizersneders betreft in de vleesveegebeuren. En we hebben alleen maar rassen waar dus alleen maar uit nood een keizersnee plaatsvindt. De rest is allemaal natuurlijke geboortes. En daardoor prijzen we onszelf in de markt. Omdat wij willen het risico niet lopen dat over 5 jaar de keizersnede verboden wordt. Dat we dan plotseling de hele wereld om moeten gooien en turven. En daarom zitten we met deze rassen gewoon heel goed. €2300 heb ik hem op. €2300. Fokker Roel Wiekema uit de Drentse Ruinen verkoopt al jaren met succes een aantal stieren via deze veiling. Ik had vroeger schapen en mijn zoon vond die schapen helemaal niks. Toen hebben we 2 kalfjes gekocht. Ja, nu hebben we groot en klein 40 stuks. Dus ja, het is eigenlijk uit de hand gelopen alweer. De resultaten die zijn zeer goed. We zijn al een aantal keren het hoogste bedrag geboden voor onze stier. Dus we doen het goed. De belangstelling is internationaal. Wij verkopen elke veiling verkopen we altijd een paar stieren richting Duitsland en België. En soms ook nog naar Denemarken. En dat betekent dus dat na als de stieren dus vanmiddag verkocht zijn, die stieren hier allemaal nog een maand in quarantaine moeten. Met een gemiddelde prijs van €3100 per stier werd voor de blond Aquitaine stieren het niveau van 2018 gehaald. En met €4400 voor zijn stier Bak Nadal kon ook fokker Wiekema tevreden zijn. Nou, er wordt weer gebruikt om weer andere stieren of wat dan ook of andere dieren. Want de kosten hobby mag iets geld kosten, maar niet te veel. We hebben het geld ook wel een beetje nodig om een beetje rond te zingen hoor. Schoolkinderen uit Vollenhoven gingen vrijdag samen met boer Klaas de Lange de wei in. Daar zaaiden de leerlingen de eerste vierkante meters bloemenzaad op de landerijen van Weerribbe Zuivel. Wij hebben bloemen gezaaid voor de omdat ze bijen anders doodgaan. Het is zo goed voor de insecten, zodat ze hun ook nog lang kunnen leven. We hebben vandaag hier een school uit de buurt uitgenodigd en die helpt ons vandaag met inzaaien. De biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en Weerribbenzuivel gaan dit voorjaar samen met boeren en consumenten 100.000 vierkante meter biologische bloemen zaaien om de biodiversiteit te vergroten. De biodiversiteit staat in Nederland of wereldwijd enorm onder druk. Dus je ziet op het moment dat er boerenbedrijven initiatieven ontstaan om een oplossing voor proberen te bedenken. En dat is dat sommige stroken worden ingezaaid met een kruidenmengsel of een bloemenrijk mengsel. De melkveehouders vinden biodiversiteit belangrijk omdat dit zorgt voor een natuurlijke balans. Dat trekt ook weer heel veel insecten aan en dat helpt enorm in de biodiversiteit. Insecten zijn ook nodig voor vogels. Jonge weidevogels en jonge vogels hebben een paar duizend insecten per dag nodig. Dus het is belangrijk dat we dat met elkaar gaan stimuleren. Familie Ten Haven uit Beerta is met het 2-sterren varkensvlees Hamlets uitgeroepen tot agrarisch ondernemer van 2019. In Veenendaal ontving de familie een cheque ter waarde van €12.500 uit handen van juryvoorzitter Mark Kalon. De publieksprijs ging naar de Maargieshoeve uit Kallenkoten, waar 370 koeien worden gecombineerd met horeca en een grote zorgtak op 3 locaties. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.